Dit is, dit, is, dit is. Het, het land van Wierdup. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Duk en Robert Ophorst. Het is donderdag 6 januari, een nieuw jaar, een nieuwe show en een bomvol programma. Wierd heeft een, uh, tijdens de kerstvakantie een indrukwekkende baard gekregen. Zelfs zo indrukwekkend dat jouw uh, gezichtsherkenning het niet meer doet op de telefoon. En mijn zoontje, ik ken mij ook niet meer, die zei van... Zeg, kun je die baard scheren en je haar verven? Want nu denken mijn uh, vriendjes dat je mijn opa bent. Dus um, kinderen zijn heel vreed, zoals je weet. Dus uh, <laughs> ik, ik zit er nu over te denken of ik dat dan toch niet moet doen. Ja, mannen die hun haar verven, dat, uh, daar moet je altijd heel erg mee uitkijken. Ja, daar moet je enorm oppassen, heb ik hem ook verteld. Maar hij heeft... Nou ja, goed. Uh, we twijfelen dus nog. Uh, ja. <laughs> we gaan het uh, onder andere hebben over de obsessie. Uh, van sommige mensen met het World Economic Forum. Je hebt er ook een groot verhaal over geschreven. We gaan het hebben over de VN, uh, die zich bemoeit met onze politie. en het optreden tijdens uh, de anti-corona-demonstraties. We gaan het uitgebreid hebben over een verhaal dat jij schreef over de atlas van uh, mensen die zijn afgehaakt in Nederland. Uh, maar laten we even beginnen met een uh, geluidsfragment. Ja. Wat ik echt niet begrijp is waarom we niet gewoon 50 euro per prik geven. En dan het zo gepiept. Dat in de Verenigde Staten. 100 dollar, 200 dollar. Een, een, een lockdown kost een fortuin. Als je 50 euro per prik doet. Gewoon, je, je vult het in met je digideetje. Huppa, 50 euro. En iedereen die hem al heeft gehad, krijgt het ook nog. Ja. Dan heb je het over, ja, wat is het? Algens een paar miljard. Terwijl die lockdowns, die kosten nog veel en veel meer. Echt, al die achterstandswijken, die lopen uit. Nou ja, met 26 boosters kan je een aardig <laughs> bestaan opbouwen, toch? Dit trekt de immigratie aan, al, hè? Als, ze, als mensen dit weten in Syrië, dan komen ze massaal hier naartoe. Um, ja, ik wil dit even laten horen, want in dit fragment hoor je natuurlijk alles wat er fout is aan wat wij uh, Rijk links zijn gaan noemen. Hè? Het betuttelracisme van Rijk links. Wat we hier horen is Rutger Brechtman. Dat is een van de zeg maar internationaal ook wel uh, iconen van de jonge linkse millennial generatie. Um, die hier helemaal ontspoort en hier eigenlijk een inkijkje geeft in hoe die nou eigenlijk denkt over die uh, lagere. Klassen. En daar is niks denigrerends mee bedoeld. Als wij zeggen onderklasse of lagere klasse, dan zijn het gewoon sociologische categorieën en daar zit geen moreel uh, tintje aan. En. Um wat hij hier eigenlijk zegt is. Want we weten allemaal dat in die achterstandswijken, vooral het allochtonendeel, zich niet laat vaccineren. omdat ze ofwel niet via communicatie bereikt worden. of gewoon een groot wantrouwen koesteren tegenover overheden. Wat hij hier zegt is: we kunnen ze omkopen. We geven ze 50 euro en dan komen ze massaal, laten ze hun arm prikken. Wat gewoon een hele nare variant is op het koloniale denken. van we gaan naar die inboelingen toe, we geven ze spiegeltjes en kralen. en zij geven ons hun. Grond, hun grondstoffen, en zo gaan wij dat regelen. Dus dit is heel erg kolonialistisch en imperialistisch denken, eigenlijk, zonder dat hij dat zelf bewust is. En ja. ook niemand aan tafel uh, heeft de alertheid om te zeggen: joh, wat zeg je nou precies? Weet je wel hoe racistisch en discriminerend. Hij dat is zich er inmiddels wel van bewust, trouwens, want hij. Uh... Twitter twitterde uh, de ochtend erna. Ik had het niet zo moeten zeggen, spijt van. Ja, natuurlijk, omdat hij natuurlijk de ophef heeft gezien. Hè, en hij moet zijn straatjes gewoon Want zeker als je dus pretendeert in linkse kringen. Uh, een, een links verhaal. Uh... Een anti-racistisch verhaal is dat tegenwoordig ook, hè? want het woke-verhaal is vooral anti-racistisch. Als je dat pretendeert te vertegenwoordigen en uh, je schiet zo uit de bocht, omdat je dus die reflexen toch niet onder controle hebt. en je laat toch zien hoe je eigenlijk denkt. ja, dan moet je natuurlijk enorme damage-control gaan doen. Anders ben je binnen de kortste keren toch. Uh, uh, loop je het risico dat je ja. het daaruit ligt. Maar, wat dus heel interessant is in Nederland, hè, en um, uh, en dat is echt wel volgens mij een typisch Nederlands fenomeen, dat is dat um, die um dat mensen uit de goede kringen, geslaagde, blanke, dus witte, zoals het tegenwoordig heet, mensen ook uit de hogere kringen, zich heel graag opwerpen als uh, de, de uh, pleitbezorger en de belangenbehartiger van de onderklasse. Hè? Want die kan niet voor zichzelf denken. Want die kan immers niet voor zichzelf denken. En al helemaal allochtonen kunnen niet voor zichzelf denken. En als ze voor zichzelf gaan denken, zoals iemand als Sinus deel bijvoorbeeld, of Fidan Eek is of noem maar op, en als ze dan een beetje afdrijven van die links mainstream, dan wordt ze onmiddellijk gecanceld. Fidan die moest die show opgeven, want die was te rechts. Zinni werd uit uh, GroenLinks-fractie gezet, want die was ook uh, te rebels. Hè? En, dus dat kan niet. Dus je moet helemaal blijven binnen dat discours, zoals het heet, van die rijk-linkse, blanke Bovenklasse, die eigenlijk met vol dédain, blijkt nu wel, neerkijkt op die onderklasse, maar die het heel erg opportun vindt om zogenaamd voor die onderklasse te spreken, want dan deugen zij. En dan komen er niet alleen deugen zij, ze bouwen daar ook een heel. Uh, best, het is een businessmodel, hè? Want je wordt er schatrijk mee. Hè? Iemand als Bregman, die heeft ook met zijn pleidooi voor, voor belastingen, zo hogere belastingen, en met zijn onderbouwing dat alle mensen, of de meeste mensen de zouden deugen, informatie. heeft hij enorm veel geld verdiend. En. Uh, je hebt bij de Volkskrant, heb je zo'n columnist, Sander Schimmelpenning, die, is ook uit, die komt uit de Adel. Hè? Die, is adel. Die, die werpt zich ook op als, als pleitbezorger van die onderklasse, waar hij verder helemaal geen, 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 geen relatie toe heeft. Uh, en die heeft daar ook zijn. Uh, Status opgebouwd, zeg maar. Zijn status in de media, die bouwt, bouwt hij daarop. Daar hij kan er ontzettend veel geld mee verdienen ook met zijn podcast en dagvoorzitterschappen en zo. Door het kastijden, doordat hij dan de, de, de hogere klasse, de mensen waar hij zelf uitkomt, zeg maar, zijn peergroep, die gaat hij dan kastijden. Gaat hij zeggen: je moet meer belasting betalen. Je moet zorgzamer zijn voor die onderklasse. Hè? Je moet ook, dit kan allemaal niet. De ongelijkheid is veel te groot. Terwijl hij ondertussen dus symbool is juist van die. Ongelijkheid. Is een welvaart, is een rijkdom. En dat deed me denken aan um, destijds die taartengooiers bij Pim Fortuyn. Dat is aan het einde van deze introductie. Destijds werd Pim Fortuyn immers bekogeld met zo'n uh, taart, hè, weet je nog? En dat was achteraf bezien veel ernstiger dan wij dachten, want er zaten uitwerpselen in en braaksel. Dat was walgelijk. Hè? Dat had hem gewoon echt heel erg kunnen schaden. En een van die uh, taartengooisten, dat was een mevrouw van Adel, ook een barones. En ik sprak met uh, Zinni laatst, want ik heb hem geïnterviewd en hij staat zaterdag in de krant. En Zinni die verwees daar ook weer naar. En die zei, het is toch wel interessant in Nederland... het is eigenlijk het enige land ter wereld, geloof ik... waar uh, vroeger het volk in opstand kwam tegen de adel... en tegenwoordig komt de adel in opstand tegen het volk. Hè? En dan een specifiek deel van dat volk natuurlijk... want dat is het, het, de, de, de mensen aan de onderkant van de samenleving... die een beetje het volksrechtse sentiment vertegenwoordigen. Hè? Wat we nu ook zien op straat... Bij de coronademonstraties demonstraties vaker en zo. En dat geneigd is dan om al heel snel Wilders te stemmen. of Forum van Democratie en zo. Dus die, die inderdaad die, die, die opperklasse. Uh, en dan komen we zo ook op in uh, he, de. Naar aanleiding van het verhaal wat ik vandaag in de krant heb geschreven. Uh, die, die, die bovenklasse die ageert dus uh, uh, op, op die manier uh, tegen de onderklasse. pretenderen dat ze eigenlijk hun belangen in het oog uh, houden. Dat is een hele interessante en ja. een, een hele. ja, een beetje perverse paradox. Maar um, ik, ik, uh, deze analyse die klopt, uh, Van Ziening, ja. die klopt volgens mij als een bus. Het gevolg van die, uh, dat verschil tussen die boven- en onderklasse. en hun, hoe ze zich tot elkaar verhouden. Uh, het gevolg daarvan op onze democratie, daar gaan we het uh, straks inderdaad uitgebreid over hebben. Maar laten we even beginnen uh, met iets anders. Uh, this is one of the most disgusting scenes of police brutality since George Floyd. These officers and their superiors must be prosecuted for the crime of torture. This savagery must stop here and now. Nou, het schuim spat bijna door je scherm bij het yeah. lezen van deze tweet van... Uh, VN rapporteur Niels Meltzer. Hij twitterde het niet bij beelden van doodgeschoten demonstranten in Kazachstan, maar bij een video van het ME-optreden afgelopen maart op het Malieveld in Den Haag. Ja, daar wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Dan wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Ja, oké. Ok. Jong, jong, die hond heeft hem. Er wordt iemand helemaal Nederlandse politiebonden uh, dienen een klacht in tegen Meltzer, want ze vinden hem bevooroordeeld en menen dat hij voorbarige conclusies trekt. Overigens worden twee ME'ers ook al door het OM vervolgd, uh, omdat ze ervan beschuldigd worden dat het gebruikte geweld destijds niet proportioneel was. Maar kennelijk zat uh, Meltzer ook niet echt op te letten dat hij uh, negen maanden na dato met deze tweet nog eens kwam. Maar moest je ook meteen denken aan George Floyd, toen je die beelden voor het eerst zag. Nee, en ik vond die, deze um, hysterische reactie vond ik ook heel erg onverstandig. Omdat je nooit precies weet wat die beelden nou eigenlijk vertegenwoordigen en wat erin geknipt is en wat er aan vooraf ging. Hè. Uh, dus dat moet je op deze manier natuurlijk ook helemaal niet uh, doen. Um, en zeker dacht ik niet aan, aan, aan George Floyd. Um, wat wel het punt is, vind ik, en dat vind ik heel zorgwekkend, dat is dat die situatie met die, en die polarisering zo uit de hand is gelopen in de Nederlandse samenleving. Dat je uiteindelijk bij dit soort demonstraties dit politiegeweld krijgt. Wat volgens Daniel van Dam, onze verslaggever, die was erbij. En die zag dat het duidelijk uitgelokt werd ook van de kant van de demonstranten. Ja, vanuit zijn gezichtsveld zag je er, schreef hij er wel heel consensueus bij. Ja, precies. precies van, en, en ook een klein deel. Hè? Ik bedoel, ik ben ook wel eens bij zo'n demonstratie geweest. En dan zie je dat een heel groot deel van die, men, van die mensen is gewoon vredelievend, natuurlijk. Dat zijn gewoon keurige burgers. Met een probleem met de overheid, met de coronamaatregelen. Maar een harde kern is uit op. Provoceren geweld en zo. En wat ik dan heel slecht vind, dat is uh, A dat het niet beheersbaar is. Dus dat daar toch dan politiegeweld tegenover moet komen te staan. En wat je ziet met die honden. En de manier waar ook uh, de ME af en toe op gezichten slaten zo. Ja, dat, dat is zo. Dat kan. A kan dat niet. Hè? Dat is gewoon dan is niet professioneel. En B is dat dus uh, uh, moreel. En ook mediaal, zeg maar, heel erg slecht. Omdat ze weten dat die beelden dan de wereld overgaan. En zodra jij een beeld ziet van een hond die iemand bijna kapot bijt. en zijn arm eraf bijt. ja, sorry, dan heb je echt een probleem. Omdat natuurlijk gaan mensen dan denken. Wat, wat dit staat in geen enkele verhouding tot het thema. Het thema daar is de coronamaatregelen. en een deel van het volk verzet zich. en heeft het recht op demonstratie. Recht op demonstratie is zo ongeveer heilig. En als je dan eindigt met beelden van politieagenten. die er zo op inslaan. en honden die zo bijten. Ja, dan heb je zo'n enorm uh, publiciteits- en public relations-probleem. Uh, uh, dus het lijkt me echt. En bovendien, hè, in dit geval, was ook nog eens een keer een feit dat uh, een deel van de linkse demonstranten. Van Antifa, of dat een groep Antifa-demonstranten door de politie door de binnenstad is geleid uh, via het kantoor van Forum voor Democratie. En daar onder uh, het oog van de politie, althans zover ik dat heb kunnen overzien, allemaal, het, uh, de deur van het Forum voor Democratie heeft kunnen bekladden met, met uh, verf. En, uh, en daar zijn ook nog gewoon uh, foto's van gemaakt. Hè. Toen had de politie daar natuurlijk ook moeten ingrijpen. Dus je krijgt dan uh, het beeld dat hier met twee maten wordt gemeten. Uh, dat wordt natuurlijk uh, exponentieel, wordt dat uitgebuit op de sociale media, dat gaat internationaal en dat uiteindelijk leidt dat dan tot zo'n tweet die disproportioneel is, vind ik ook, ben ik helemaal met je eens. Alleen uh, uh, de politie moet weten nu, zo langzamerhand, met wie ze te maken hebben en met welke vaste, harde kern dat is, die op de vuist uh, kan gaan. En ik begrijp niet dat ze die niet al lang geïsoleerd hebben en, hè, en bijvoorbeeld hen een demonstratieverbod hebben opgelegd of zoiets. Hè. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat de meeste van die uh, ME'ers die daar weer stonden, ook liever uh, hè, voor, voor, de, voor de 28ste keer hun uh, piketdienst moesten draaien. Ja, nou, dat het is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Die, komen, dan komen die, de, de, die mensen die gaan zo ongeveer voor hun neus staan. Zeker nog. En gaan, wilden, daarom wilden ze, dat was ook een van de redenen dat ze wilden, uh, eigenlijk wilden staken die dag. Ja, want die staan er dan. die staan er te schreeuwen dat je fascist bent, en weet ik van wat, wat je allemaal bent en zo. Ik bedoel, ik maak dat een beetje mee op de sociale media, hoe die mensen kunnen doordraaien en je kunnen betichten van alles en nog. Wat en zo, Emma schelden, Emma doen en zo. Nou, je zou als ME daar op je vrije dag, in het weekend, zou je dan maar staan en je hebt allemaal van die gekjes voor je neus. Maar ja, dan komt natuurlijk professie. Wanneer ga je slaan? En dan, komt, dan moet je natuurlijk zo professioneel toch zijn om je te kunnen beheersen. Ehm. Um, en weet je, ik was er niet bij hoor. En ik ga af op wat Daniel heeft gezien en geschreven. En, uh, he, en het is gewoon een prima collega die echt wel uh, gewoon feitelijk uh, verslag doet. Dus uh, ik, ik geloof dat ook. Ik denk dat dat zo gegaan is. Uh, alleen het moment daarvoor, voordat er geslagen wordt en voordat er zoveel geweld uitbreekt. Ja, misschien had daar toch gedeescaleerd kunnen worden op de een of andere manier. Of, of juist, arresteer die lui, die harde kern. En uh, laat ze duidelijk weten van uh, jullie komen gewoon het komende paar jaar gewoon niet meer bij een demonstratie. Want ja. uh, jullie verzieken de boel de tijd. Je ziet ook enerzijds mensen die uh, inderdaad gruwelen van dat uh, politie optreden. Ja. Uh, en dan heb je ook mensen die eigenlijk bijna een beetje verlekkerd uh, zitten te kijken hoe... Uh Mensen worden neergeknuppeld. Nou, dat wilde ik nog zeggen in het begin, toen we hierover begonnen. Dat baart mij vooral zorgen. De gretigheid waarmee mensen nu zeggen: Schop al die laaien in elkaar. Weet je wel, slaat erop en uh, slaan ze, wat mij betreft, het ziekenhuis in en zo. Hè? En de andere kant die zegt: De politie zijn allemaal fascisten. En die zijn erop uit om onze invaliden te meppen en zo. Dat, dat is gewoon. Dat, dat is echt heel ernstig. Omdat uh, dit soort extreme beelden in de hoofden van mensen. Uh, dat verhindert natuurlijk enorm. Dat hier een gesprek over kan uh, gevoerd kan worden. En uh, daarmee demoniseer je. En dat zie je heel sterk op dit moment in de samenleving, daar, daarmee demoniseer je de, de, de andere kant. Ja. Hè? En uh, buiten kijf staat natuurlijk, sowieso, je blijft van de politie af, dat sowieso. Um, en maar dat, dat dan toch. Die partijen zo uh, extreem tegenover elkaar komen te staan, ook vanuit de kant van de politie misschien wel. Hè? Ik bedoel, het feit dat dan bij zo'n kantoor van Vorm voor Democratie niet wordt ingegrepen. Terwijl het wel had gemoeten, natuurlijk, dat duidt er ook op dat dat deel van de politie kennelijk aan het politiseren is en daar een politiek standpunt in neemt. Uh, Net zoals dat bij Black Lives Matter bijvoorbeeld, Black Lives Matter-demonstraties, dan de politie op de knieën gaat zitten. Wat ik dus ook niet goed vind. Want daarmee maak je duidelijk aan welke kant je staat. De politie moet neutraal zijn. En dat dat maar geaccepteerd wordt ook. Zelfs een van de belangrijke politiechefs, Martin Sitalsing, is toen op de foto gegaan. Op zijn knieën, met zijn vuist in de lucht. Nou, nog net niet met zijn vuist in de lucht, geloof maar wel op zijn knieën voor Black Lives Matter vanwege George Floyd. Wat toch. Die hele George Floyd-tragedie is natuurlijk, heeft allerlei nuances. Hè? Hij was geen heilige, hij had een crimineel verleden, enzovoort, enzovoort. En ja, hè, hij is inderdaad vermoord door die, door die agent. En dat is verschrikkelijk. En, hè, maar het is ook weer niet zo dat uh, in de Verenigde Staten alleen maar zwarte mensen door politie worden uh, doodgeschoten. Wat, en dat beeld wordt dan gecreëerd, ook door de media. En uiteindelijk zit hier in Nederland Martens nog op een knie. Vind ik heel slecht, omdat, omdat dat. Je moet daar boven staan. Je moet boven dit soort verhalen staan, omdat die verhalen verdwijnen weer. Maar jij als instituut verdwijnt niet. Jij bent een vertegenwoordiger van de politie, vertegenwoordiger van een neutraal instituut. En je moet je niet door, zeg maar, toch anekdotische incidenten, hè, want dat zijn het uiteindelijk, uh, daar moet je niet mee gaan. Dan moet je naar kijken van een afstand en je moet op professionele manier overwegen, oké, okay, wat gaan wij hier aan doen? Waar gaan we ingrijpen, waar niet? En hoe gaan we hiermee om? Maar niet deel worden, natuurlijk, van die partijen. En dat gebeurt op dit moment veel te veel. Wat heel kwalijk is, maar ja, dat is typerend ook voor hoe onze samenleving er op dit moment voor staat. Totaal gepolariseerd. Volgens sommige mensen had het uh, al vorig jaar 15 oktober uh, moeten gebeuren. De Great Reset. De machtsgreep van de mondiale elite. waarbij uh, al hun snode dystopische plannetjes in één keer worden opgelegd aan de wereldbevolking. De uh, Great Reset was het thema in 2020 van de jaarlijkse bijeenkomst. van het World Economic Forum in Davos. Daar komen regeringsleiders en beleidsmakers elk jaar bij elkaar. om een weekend lang in de sneeuw met elkaar te brainstormen. over de grote vraagstukken van onze huidige tijd. Het is dus verder ook vooral heel veel netwerken. Uh, onze. Verslaggever Marten Visser van de Financiële Redactie kan er altijd smakelijk over vertellen. luister vooral ook uh, onze podcast Een kwestie van centen voor dat soort anekdotes. Um, maar het World Economic Forum is inmiddels een soort obsessie geworden voor uh, veel complotdenkers en partijen als Forum voor Democratie. Jij schreef deze week een uh, verhaal over die obsessie. Denk je dat ze bij het uh, WEF, zoals het wordt afgekort, uh, niet inmiddels spijt als haren op hun hoofd hebben dat ze ooit hebben gekozen voor uh, zo'n omnieuze slogan als de Great Reset? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze overtuigd zijn van hun missie. En ze kunnen niet zo goed tegen uh, kritiek. Want toen ik dat ooit had, bijvoorbeeld op Twitter, op het World Economic Forum. toen werd ik onmiddellijk geblokt uh, door hun account. Uh, Beheerder. Dan krijg je zo'n dus VN-waarnemer uh, op je nek. <laughs> nog net niet, maar ik ben dus wel geblokt als journalist door het World Economic Forum. En uh, dan vraag je je toch af, zo, die zijn er wel heel erg uh, licht geraakt daar. Uh, als ze daar niet eens tegen een beetje kritiek uh, kunnen. Dus nee, ik denk dat, ze het, dat het een soort zeloten zijn, zoals het heet. En dat ze, uh, he, die, die Klaus, uh, Klaus Schwab, die, die oprichter ervan. En ook de directeur nog steeds. Die dat boek heeft geschreven: he, COVID: uh, The Great Reset. Die al 83 is trouwens, dus is ook al best wel oud. Maar ik denk dat hij overtuigd ervan is dat um, de wereld, de mondiale orde, um, hervormd moet worden. Dat we toe moeten naar een heel andere economie, duurzamer, groener en uh, socialer ook wel. En, en dat dat aspect dus, en dat, dat die missie. Ook is overgenomen door een heel groot deel van de wereldleiders. Want nadat die Swaap dus dat boek had geschreven en in een videoboodschap duidelijk maakte dat COVID de ultieme mogelijkheid biedt, omdat COVID nu eenmaal zo maatschappelijk ontwrichtend werkt, mondiaal ook, dat COVID de ultieme mogelijkheid biedt om na de pandemie te bouwen aan een nieuwe economische wereld. he The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We can build a new social contract. We need a great reset. The slogan "Build Back Better," dus, um... Beter, beter, opbouwen eigenlijk. Dat moest dan uh, daarvan uh, de begeleidende tekst worden. Ja. Toch is het natuurlijk volstrekt normaal. Dat je na een grote crisis, waar we allemaal uh, hopen uit te komen ooit. Uh, <laughs> dingen hervormt en ook opnieuw op moet bouwen. Kijk, ik, bedoel, ik kijk alleen maar naar uh, onze zorg, onze ziekenhuiszorg. Ik bedoel, we worden nu gegijzeld door het feit dat we niet meer dan uh, 2400 of 2800 IC-patiënten ja. aan kunnen. Dat is helemaal niet raar om dan natuurlijk een lange termijn planning te maken en te kijken hoe moeten we dingen anders en beter doen. Nee, op zichzelf is het natuurlijk ook helemaal niet vreemd. Uh, maar wat wel vreemd is, is dat kort nadat hij dan zo'n slogan lanceert: Build Back Better, dat we dan opeens allemaal filmpjes zien van wereldleiders die dat allemaal overnemen. Hè? Dus Boris Johnson, uh, Trudeau, Macron, maar ook uh, uh, Mark Rutte. Opeens zeggen ze allemaal: hey, We're going to build back better. En dan gaan natuurlijk heel veel mensen, als je dat dan achter elkaar zet, gaan natuurlijk heel veel mensen denken: Wat is hier nou aan de hand? Waar komt opeens die slogan vandaan? Nou, die gaan zich dan verdiepen. Die denken: uh, Die komen stuiten op Klaus Schwab. En dat is dan zo'n typische Duits. Met een enorm accent in het Engels, die dan he, heel zeg maar, apokalyptisch is, uh, he, alsof hij soort, 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 uh, de, slechte, de slechterik is in een James Bond-film. He, ja, dat, dat, ja. dat helpt natuurlijk ook niet, gaat hij aankondigen: we gaan een hele nieuwe wereld bouwen. En um, uh, waar zij het mee associëren, de mensen die bang zijn dat dit een machtsgreep is, dat is uh, met de controle staat. He, dat, is, dat is waar uh, Baudet en anderen van Voren van Democratie ook telkens op, op wijzen: van kijk, um Het World Economic Forum heeft al die wereldleiders in zijn zak. En dan komen ze ook met papieren, waar dan blijkt, of daar blijkt niks, maar uitnodigingen, bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag of Carola Schouten of aan Wopke Hoekstra. Uitnodigingen vanuit Davos. van Oh, nou ja, leuk dat jullie komen en wil je ook een panel voorzitten en zo. En wil je dit doen? Wil je dat doen? En het zegt Forum van de Democratie, zie je wel, ze zijn gekocht door het World Economic Forum. En kijk dan, Nederland geeft iets van zes ton subsidie aan een soort kantoor van World Economic Forum. Wat ik overigens ook heel bedenkelijk vind want hoezo? Eh, dit zijn de rijken van de aarde en hoezo hebben die subsidie ja, nodig van de, de, de Nederlandse overheid een subsidie zeg. Ja, Ik heb ja, wel net gestopt he. met de subsidie Precies, aan de Palestijnse hulpclub, maar... Dat is wel ons geld. Hè? En, en dat gaat dan naar de rijken der aarde. En kijk, er zit dat, het, het leent zich natuurlijk in alles voor een complottheorie. Want wat is dit nou? Hè? Dan komen dus een aantal dagen per jaar daar in die sneeuw in Davos hè, wat geassocieerd wordt met chic, en rijk en, en, en elitair en zo, komen honderden privéjets daar naartoe toegevlogen. Met allemaal schatrijke ondernemers en, en sterren als Bono Fox en hè, van en anderen en zo, een filmster, George Clooney, um, CEO, CFO, de grote namen van Big Tech, wereldleiders, staatshoofden, hè? Uh, Maxima zit daar dan ook opeens en noem maar op. Dus dat is gewoon de elite. Dat is niet dat is onlogenbaar, hè? Er zit de elite van de wereld, de politiek, economische, entertainment-elite uh, zit daar bij elkaar duizenden mensen om met elkaar over de stand van de wereld te, te, te praten en dan af en toe um, krijgen ze dan kritiek van activisten die ze ook laten invliegen hè? dan mag Bono mag weer zeggen nou ja, oh ik oh had dat, uh, Rutger Bregman daar nog een keer kritiek precies Greta Thunberg komt daar dan rustig. Uh, hoe heet hij uh, Rutger Bregman die heeft daar dus ook gezeten en die heeft gezegd jullie moeten allemaal belasting betalen en uh, dat was een enorme ophef want oh oh nu moeten we hey, zelf betalen uh, nu moeten we zelf betalen <lacht> <lacht> en uh, en dat deed hij ook wel goed trouwens moet ik zeggen um, dus dat, dat, dat leent zich in... en dat is mysterieus, het is geheim... He, er is een soort code van... we brengen niet alles naar buiten. Dus het leent zich in alles voor een complottheorie. En nu in combinatie met COVID... waarin al zoveel burgerrechten worden ingeleverd... en aan grondrechten wordt getornd en er steeds meer via 2G... en digitale passen en zo... wordt gesuggereerd dat we uiteindelijk... toegaan naar een controle staat... waarin de overheid alles van ons weet... en eigenlijk gewoon voor ons kan bepalen... hoe we moeten leven... He. Uh, ik kan, perfect, kan me heel goed voorstellen. Het yeah, is perfect storm. Perfect storm ja, ja. Precies wat jij zegt. En als je, dan, dan is het heel, heel slim. Ja, daar moet ik eigenlijk een andere term voor vinden. Maar wat het Forum van Democratie nu doet. He, want die, die ageren sowieso tegen de elite. He. Populisten, wat doen populisten? Populisten suggereren een directe lijn tussen de leiding, de leiders, Baudet en het volk. He. Mm -hmm. Het volk is dan een soort, soort amorfe massa. Die hebben dan een soort eigen, eigen karakter en zo. En, uh, en populisten zeggen altijd, kijk jullie worden door de elites je genaaid. He. Je bent gewoon een slaaf. In handen van de elites. En daarom moet er he, omwenteling komen. Het hele systeem moet anders. De politiek moet anders. Baudet heeft het ook letterlijk gezegd in de Kamer. He, toen hij begon: van, We gaan jullie allemaal vervangen. He, stond hij daar he, tegen die Kamer. We Gaan jullie allemaal vervangen? Dus, wat? Over Great Resets gesproken. Over Great Reset gesproken. Dus hij grijpt dit nu aan om te laten zien: Kijk, dit is het uiteindelijke gevolg van. De, wat het betekent als die elites de macht in handen hebben. Een, 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 een pandemie ontketenen, want dat wordt ook vaak gesuggereerd. Dat het een pandemie is, maar niet een pandemie. Dus dat het gepland is. Een pandemie ontketenen om uh, jullie nog meer te knevelen. Daar komt het op neer. Uiteindelijk jullie allemaal tot slaaf te maken van hun eigen uh, plutocratie. Hè, dat is het idee. En jullie uit te buiten. Want daar komt het op neer. Jullie zijn gewoon. Uh, Tools in handen van de rijken: je mag voor ze werken, je mag voor ze betalen, je mag het geld voor hen opleveren, maar je mag geen enkele politieke invloed uh, meer uitoefenen. En ik ga jullie redden. Dat is wat Thierry dan eigenlijk zegt. Kom, kom naar mij, zo'n messias. Hè, en dan zie je die Gideon van Meijeren. Zie je van, we gaan ze allemaal opsluiten. Hè, hè, we gaan ze arresteren. En de doen. mensen die jullie dit aandoen. Ook in dat soort termen. Degenen die ons dit aandoen. Gaan we arresteren. En we gaan ze voor een tribunaal brengen. En daarna, hè, dan, dan schijnt het licht van Thierry. En dan zijn jullie allemaal bevrijd. Van de ketenen van Klaus Swaap. En dan, eh, dan, treedt een nieuwe, dan treedt een nieuwe wereld. Dan treedt treed Nieuw tijdperk treedt dan in. Ja, ja schitterend natuurlijk. Hè? Dat heet dan eschatologisch. Hè? In het christendom heb je ook de eschatologie. Als Christus ooit wederkeert op aarde, dan treedt een nieuwe tijd in. En dit is van als het Forum van, als het Forum van Democratie dan aan de macht komt. En, 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 en al die mensen van het World Economic Forum en al die andere elites en zo, die zijn dan uiteindelijk verslagen. Hè? Met Guillaume Vermeijeren als drakendoder. Dan, dan, uh, dan treedt het nieuwe. De, de mooie, schitterende tijdperk. in dat voor eeuwig zal duren. Um, dat wordt er gesuggereerd. En heel veel mensen blijken daar dus heel bevattelijk voor te zijn. <laughs> Zelfs in een hoog opgeleide toch wel. Hè, hoogbeschaafde. En, uh, en ook wel. Een moderne samenleving als Nederland. blijken toch best wel veel mensen. bevattelijk te zijn voor dit soort retoriek. Ja, ik kijk daar natuurlijk met grote verbazing naar. Maar. Um, uh, ik begrijp ook wel wat daar gebeurt. En ik zie heel goed uh, de, zeg maar, het mechanisme erachter. Uh, en ik vind dat je dat moet beschrijven. Nou, dat heb ik dus een beetje geprobeerd. Niet op de manier zoals nu. Maar een beetje gewoon geprobeerd om duidelijk te maken wat hier nou speelt. Oké, heel veel kritiek hè? Van, van links over oh, je Duk. Die, die, die propageert een extreemrechtse uh, complottheorie. Wat nu natuurlijk helemaal niet zo is. Maar ja, die mensen op links zijn ook niet allemaal even slim. Uh, en die hebben ook een agenda om mij dan weer verdacht te maken. En mensen op rechts. Die dan zeggen, oh, god wie je dukt, die gaat mee met de elites kijkers. Uh, hij, hij in, in feite neemt hij het op of beschermt hij het World Economic Forum, wat natuurlijk ook niet zo is. Maar als laatste dan. Wat het interessantste hier is, vind ik, in deze hele kwestie, dat is dat economen, hè, zoals ook Martin Visser trouwens. En uh, ik had dan even met Edin Mujakic gesproken, columnist voor, de, voor onze financiële telegraaf ook. Die zeggen. Een great reset is eigenlijk onvermijdelijk. Omdat um, wij hebben de afgelopen decennia zo'n schuldeneconomie opgebouwd, hè? Um, uh, die niet langer houd, houdbaar is. Daar gaat het uh, nieuwe kabinet ook trouwens geen einde aan maken. En dat. daar <laughs> gaat het nieuwe kabinet zeker geen einde aan maken. Eden, die zegt ook in dat stuk, hè, nu de rente op nul staat, zegt, die komen er, uh, erachter hoezeer de inflatie is aangewakkerd en de lonen zijn gestagneerd en wat, hoe enorm die schuldenlast is. Dat, dat zag je vandaag ook weer. Hè? De, de lonen. Die houden geen tred met de uh, inflatie. Met, nee. inflatie hè? Um, nou, en dat is dus niet langer houdbaar. En daarom zegt EDS ook, heeft dat Wotikrom het vorige gelijk, dat die economische orde, die moet uh, hervormd worden. Omdat die welvaart veel te ongelijk verdeeld is. Op dit moment profiteert 1% van de superrijken van die welvaartstijging en de rest... Profiteert niet van die globalisering en die technologische vooruitgang. En Edin die pleit dan, geloof ik, voor kwijtschelden van schulden aan Zuid-Europese landen en zo. Maar die mensen die zo achter de complottheorieën aanlopen, die hoeven dat helemaal niet te doen. Omdat het een, het is een feit is dat die schulden niet houdbaar is. Dat binnen nu en 10 of 15 jaar dat gaat klappen, hoe dan ook. En dat er een andere orde moet komen anders stort je hele boel in elkaar en dat is al ernstig en dramatisch genoeg dat vooruitzicht en dan hoef je niet nog eens een keer een soort verhaal aan te koppelen van een enge meneer in Davos die al boven de tachtig is uh, die zegt we gaan jullie allemaal tot slaaf maken ja. De werkelijkheid is misschien eigenlijk wel enger dan dat. De werkelijkheid is misschien wel spannender. En in ieder geval uh, zorgwekkender dan die meneer van die lobbyclub in Davos, waarvan ja. natuurlijk de meeste wereldleiders zeggen, ach, die klaus, weet je wel. Uh, we, we doen net alsof we het met hem eens zijn, maar ondertussen gaan we onze eigen gang. En uh, dat zouden mensen. Op een, op dit veel rationelere verhaal lijkt mij veel belangrijker. Uh, dan uh, de gedachte dat wij op een gegeven moment met een chip in onze arm rondlopen. en allemaal vanuit Davos zeg maar, worden aangestuurd. als een soort van elektrische auto uh, ja. waar mijn zoontje mee speelt. En ja, je zou hopen dat uh, ook een partij als Forum daar dan in de Tweede Kamer aandacht voor zou vragen, in plaats van hiervoor? Nou ja, dat is nou natuurlijk het jammer. Maar daar gaan we zo meteen ook nog over hebben. Dat de partijen die. Um, uh die dit, dat laatste deel van mijn uh, van dit verhaal. Uh, die dit onder de aandacht zouden kunnen brengen en daarmee ook uh, electoraat zouden kunnen aanspreken. Dat is dan zowel populistisch rechts als op links, de SP, bijvoorbeeld, en ook wel Partij van de Arbeid eigenlijk. Dat die dat niet doen. Hè? Dat links verzeild is geraakt in die achterlijke woke, uh, nou ja, niet conflicten. alleen aanspreken, maar ook echt iets betekenen. Voor precies, en, nou ja, precies, ja, echt iets kunnen betekenen. En, en, en ook in de politiek een verschil zouden kunnen maken. Omdat wat er. Nu zit natuurlijk, en daarin hebben de en zo natuurlijk wel gelijk. Wat er nu zit, dat is uh, oude wijn in oude zakken. En dat is wel degelijk. Ook zijn dat vertegenwoordigers, VVD, D66 met name, van de gevestigde orde, die het uiteindelijk zover heeft laten komen. En die geen, uh, geen uh, reactie heeft op wat uh, iemand als Ede Mujakic daar aanspreekt. Namelijk, hoe gaan we nou in Gossam uit die schuldenspiraal uh, komen? Omdat ze zelf hebben bijgedragen hè, aan die schuldenspiraal. Uh, spiraal, ook door, hè, door van Nederland een transferland te maken. Wij maken geld over naar het zuiden en houden zo. Die hele scheve um, situatie in stand en zo. Um, daar zouden natuurlijk veranderingen in moeten komen, maar dat kan alleen als er, uh, als er uh, aan die kant van de politiek mensen met ofwel enorm. Uh, hè, de, 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 en, en appeal hebben bij een groot deel van het electoraat. en gezag, en niet elke keer zo ontsporen. Ja. Hè? Ik, ik kap je snel af voordat Precies. je weer over Pieter Omzicht begint. Nou ja, je kunt aan Pieter Omzicht denken, maar de vraag is natuurlijk of hij een partij kan leiden en zo. Maar in ieder geval, het is natuurlijk heel jammer dat. zeker aan die rechts, rechts van de VVD, omdat de VVD zo enorm links is. VVD in d 66 is eigenlijk één pot nat nu. Nou, het valt dus een enorm gat rechts-conservatief ja. van de VVD. En dat wordt op dit moment niet opgevuld. Ja, dat wordt opgevuld door. Wilders, die dan weer ontspoort met een tweet over Dylan Jissekus en haar dubbele nationaliteit? Ja, en. Baudet die op een kar staat en de mensen aanspoort om uh, zeg maar op te trekken naar Davos. En uh, ja, dat is toch niet wat je, dat is toch geen volwassen verantwoordelijke politiek. Met Viola Holt naast hem trouwens. Met viola, een rokende Viola Holt Nik, Haast, Niks ten te nadele van Viola. Maar die was helemaal magnetisch geworden. Begrepen. Ja, dankzij de biostabiel. <laughs> We gaan naar de Wokenweek. Wie Woken Week? Ja, lieve luisteraar. Kent u die mop van de Woken Week. Ja die kwam niet. Die kwam niet. Nee. We hebben deze kerstvakantie benut om ons even te beraden uh, op, uh, op deze rubriek. we zijn tot de conclusie gekomen dat we ermee stoppen. Uh, niet dat we dat onderwerp nooit meer gaan bespreken, maar we, dat doen we toch al best wel vaak. Damn. En uh, nou ja, op een gegeven moment is uh, veel er ook wel over gezegd. Wordt een beetje een herhaling van zetten. Nou, hadden we die vakantie dan niet kunnen gebruiken om meteen met een nieuwe rubriek te komen? Nee. Want wij uh, zijn ook echt wel benieuwd wat. Uh, onze luisteraars voor ideeën hebben over uh, hoe we daar invulling aan kunnen geven. Ja, dus we roepen hierbij luisteraars op. En dat ga ik op Twitter ook wel doen. Om eens te brainstormen over wat vinden jullie nou een belangrijke of een leuke uh, rubriek. En uiteindelijk gaan hopelijk veel luisteraars en mensen op sociale media dan uh, allerlei ideeën aanleveren. En uiteindelijk doen we natuurlijk gewoon toch wat we zelf ja, het leukste vinden. als we ons eerst hebben teruggetrokken in Davo een weekend. <laughs> ja, precies. Dan gaan we het een rubriek over de rijkende aarde of zo doen. We kunnen maar, uh, mensen ja. kunnen trouwens mailen naar uh, het mailadres podcast.telegraaf.nl zo so is het. In Nederland. De parlementaire democratie staat onder druk en is dringend toe aan vernieuwing. Een deel van Nederland dreigt af te haken of is reeds afgehaakt. Er is werk aan de winkel. Tot die zorgwekkende conclusie en urgente oproep kwam de staatscommissie Remkes in december 2018. Nou, zoals het dan gaat bij de overheid, komt er een vervolgonderzoek. En nu drie jaar later is het resultaat daarvan uh, er in de vorm van de atlas van afgehaakt Nederland. Historicus René Cuperes en sociaal geograaf Josse de Voogd uh, brachten deze buitenstaanders in beeld. Uh, Wiertje sprak beide heren deze week voor jouw uh, pagina in Nederland. Ja, ik haak af. Uh, dat zei ik in pre-lockdown tijden, wel eens als ik niet meer meeging naar de volgende kroeg. Uh -huh. uh, wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat een deel van Nederland is afgehaakt? Zitten deze mensen dan de hele dag thuis met, uh, met de gordijnen dicht? Uh, nou, dat mag ik hopen van niet. Maar kijk, ze zijn politiek eh, afgehakt. Eh, omdat zij zich niet meer herkennen in eh, de bovenheengestelden. Dus in de mensen die vooral landelijk dan eh, leiding geven aan coalities. Hè, en Aan telkens weer wisselende, maar altijd centrum links of centrum rechts eh, coalities. En eh, al hun problemen eh, zien zij door die de regeringen. achtereenvolgende regeringen. Eh, totaal niet. Eh, als zij zichzelf niet vertegenwoordigd... en hun problemen zien ze niet over het voetlicht komen. Hè? <coughs> Kijk, bijvoorbeeld, en dat is heel interessant aan wat Cuperus en Josse de Voogd zeggen. Dat is: um, we worden geregeerd door, door een heel klein deel van Nederland eigenlijk, namelijk de mensen die tevreden zijn. <coughs> dat blijkt uit onderzoek. Mensen die <coughs> sorry, op D66 of VVD stemmen. Die zijn heel erg tevreden met hun eigen leven en ook heel erg tevreden over de koers van Nederland. En daarin zijn ze heel uitzonderlijk. Dus je hebt, ze staan ergens, als je dan zo'n grafiek ziet, staan die, die twee partijen ergens rechtsboven in het kwadrant. Hè? Zo extreem tevreden over zichzelf, extreem tevreden over Nederland. En daaronder zie je eigenlijk alle andere burgers. En het maakt niet eens uit of die CDA stemmen of ChristenUnie of eh, eh, PVV. PVV zit helemaal links onderin. Die zijn erg ontevreden over hun eigen leven en erg ontevreden over de koers van Nederland. Forum van de Democratie zit daar dan weer net een beetje boven en zo. Maar het interessante is juist dat eigenlijk. Um, een heel groot deel van Nederland bevindt zich toch wel een beetje zo de, uh, rond dat centrum en zo. Maar juist die kiezers van, en ook de, 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 de vertegenwoordigers van D66 en VVD, die zitten extreem ver daarvan verwijderd eigenlijk. Dus de pretentie, en dat zeggen de Voogd, is ook, de pretentie dat VVD en D66 een nieuwe midden zou zijn, die kunnen ze helemaal niet waarmaken, want sociologisch zijn ze dat helemaal niet. Ze staan juist heel ver af van het midden en extreem ver van... Uh, wat zich dan links of rechts van het midden uh, bevindt. Um, en wat zij zeggen is: kijk, je hebt dus uh, hoogopgeleide grootstedelijke. Die zijn het allemaal met elkaar eens over heel belangrijke kwesties. Hè? Klimaat, migratie, Europese Unie, globalisme, woke, ook Zwarte Piet. Hè? En die regeren telkens weer in centrum links, centrum rechts, regeringen. Nederland. En die denken, omdat het toch wel vrij veel zijn, veel meer dan vroeger, dat zijn er uiteindelijk best wel veel. Die denken, ja, maar heel Nederland denkt zoals wij. Maar hoe groot is die groep die dan niet zo denkt? Nou, die is dus uh, misschien wel de helft, uh, volgens uh, Josse de Voogd. Hè? Misschien is dat wel 40, 50 uh, procent. Maar vergeet ook niet dat binnen de mensen die dan uh, VVD of D66 in mindere mate dan stemmen... maar vooral VVD, dat daar heel veel mensen zitten... zitten die eigenlijk ook best wel ontevreden zijn... over, dat, oh, he, over ja. de, de manier waarop Rutte met, met die thema's omgaat. Die zich niet vertegenwoordigd voelen door <coughs> bijvoorbeeld de PVV of FVD. Precies, die weigeren om PVV of Forum voor Democratie te stemmen. Toen Forum voor Democratie nog min of meer fatsoenlijk was... bij die statenverkiezingen, toen zag je hoe groot de potentie is. Want die mensen gingen allemaal naar Forum toe. En uh, het was gewoon de, de grootste partij... Uh, eventjes. En nou Thierry die heeft dat Baudet, die heeft zichzelf daar uh, die heeft onmogelijk gemaakt. De El van Minerva is uh, neergedaald toen. Toen daalde, daalde de El van Minerva even neer en vervolgens uh, er die weg. enorme puinhoop, uh, puinhoop aan. Wat, wat Josse de Voogd bijvoorbeeld ook zegt, is: je vindt die mensen niet alleen maar bij de onderklasse, maar je vindt ze juist ook bij de kwetsbare lagere middengroepen in middelgrote steden. En dan noemt hij Helmond, uh, Almelo, Roosendaal. Hij zegt. Uh, daar zitten ze. En wat, wat nou zo belangrijk is, en dat vond ik een hele belangrijke analyse van René Cuperes, die zegt: Wat we nu eigenlijk zien. Cuperes zegt: is eigenlijk, eigenlijk is de grootste crisis, politieke crisis van na de oorlog, is, speelt zich eigenlijk nu af. Hè. Heel veel mensen realiseren zich dat misschien niet zo, maar het is zo. En hij zegt: Want er is een clash gaande over de toekomst. Uh, van Nederland. He, wat hij zegt: van grote delen van lage en middelbare opgeleid Nederland vragen zich af is er voor mij nog wel een plaats in Nederland. He, de boeren bijvoorbeeld, die denken: ja, die, ik word alleen maar he, denigrerend toegesproken, ik moet weg, ik moet opgeheven worden. Nou, blanke, conservatieve he, lager opgeleide... die denken natuurlijk ook: nou, ik hou mijn mond maar, want ik word altijd als racist bejegend en zo. En interessant is wat Cupiris dan zegt: hij zegt, we zien een beschavingsoffensief van de hoger opgeleide tegen de levensstijl van de lagere klasse die in hun ogen de verkeerde keuzes maken. Ze roken en drinken, ze eten vlees, ze sporten te weinig, hun CO2 afdruk is te groot, ze steken vuurwerk af. Hè? Die vuurwerk is ook echt heel belangrijk in dit verhaal. En ze laten zich niet vaccineren en ze houden ook nog eens een keer van Zwarte Piet. Uh, die onderkant die moet worden gedisciplineerd, vindt de elite niet uit overwegingen van emancipatie zoals vroeger, hè? die oude verheffingsgedachte van de sociaal democrat, hè? Joop den Uil die zei, geef iedere arbeider een auto, dat is ons doel. Maar hij zegt, die verheffingsgedachte is helemaal weg, het gaat er nu om dat die hoger opgeleide elite die denkt jullie kosten ons veel te veel geld vooral aan de zorg natuurlijk hè? want die mensen die houden nou die IC's ook bezet en zo um, uh, en er is een soort afkeer ontstaan zegt van, hij uh, vanuit die hoger opgeleide klasse tegen die onderklasse dat zag je precies met dat incident met Rutger, Rutger Brechtman gisteren hè? weet je gooien ze, gooi ze 50 euro toen en ze en, en, en ze komen wel die stukkels of zo hè? en um, nou ja, dat is natuurlijk heel erg explosief. Want als dit zo is, en ik denk uit, uit de contacten die ik heb, de mensen met wie ik spreek. Uh Maak ik dit ook op? Vandaar ook de enorme woede bij deze mensen, de buitenstaanders. Vandaar ook dat ze de straat op gaan, bereid zijn inmiddels om met de politie te vechten en zo. Juist vanuit dat besef ook: we worden gewoon uh, uh, die elites, die kijken naar ons alsof we uit een soort dierentuin komen. Hè? We worden zo denigrerend door hen, met zoveel dedain worden we behandeld. Um, en u zegt, uh, Kupera aan het eind van, weet je, die, 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 die partijen daar helemaal rechtsboven in dat spectrum, VVD en D66, maar vooral de VVD. Die zouden zich moeten realiseren hoe zwak eigenlijk de tegenstand is waarmee ze te maken hebben. Want ze hebben te maken met PVV en eh, Forum van Democratie. En weliswaar is PVV de tweede partij van het land, maar er is een cordon sanitaire rond die partij. Dus je gaat nooit regeren. He? dus dan kun je wel zo bang zijn voor die populistische stem... en zo bang zijn voor wat er gebeurt met jou als het Mark Rutte weg is... want dan stort die VVD natuurlijk ook in. Maar wat je beter kunt doen is naar die mensen luisteren... waar je nu zo he, um, lak aan hebt... en proberen om ook hun belangen uh, te gaan vertegenwoordigen. Omdat um, als je dat niet gaat doen... en je blijft die mensen maar uitsluiten zoals nu gebeurt... en je blijft die mensen maar met dedain en belerend toespreken... He, uh, en, je, en jouw man is weg, op een gegeven moment Mark Rutte. Uh, ja, dan stort natuurlijk de VVD in. En dan heb je nog een veel groter probleem. Want je kunt wel denken: oké, okay, maar dan neemt Sigrid Kaag het over. Maar die gaat echt niet. Uit D66 staat zo ver van deze mensen verwijderd. Sigrid K. gaat echt ook een groot deel van de VVD-kiezers natuurlijk niet naar zich toetrekken. Dat gaat dan toch wel weer een stap uh, te ver. Hè? Want dat, D66 is natuurlijk wat dat betreft veel te veel een vertegenwoordiger van die grootstedelijke, welvarende, kansrijke en ook zeer blanke trouwens uh, uh, elites. Ja, die die de gaan... mensen die uh, ook willen dat we... Koploper worden in Europa als het gaat om klimaatbeleid. Ja, weet je, robjetten op klimaat en zo, dat, 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 dat kan niet. Hè? Er was even sprake van dat Robjet de Rob defensie zou gaan doen. Nou, toen zag je ja. de, de, de socialist gewoon helemaal. Ja, ontloffen. het is ook een beetje een Catch-22 natuurlijk, want die VVD en D6 vinden elkaar daar steeds in diezelfde soort ideeën. Um, uh, en. en dan zetten die uh, wat, wat dan uh, de, vo uh, de voogd en de cooperus de buitenstaande partijen noemen die buitenstaande ja. partijen zetten zich daar weer tegen af, ja. maar disqualificeren zichzelf daar eigenlijk mee. Uh, zoals de PVV heeft gedaan ja. uh, en de en, en FVD. Uh, ja, precies. Uh, die zouden veel meer hun eigen verhaal moeten vertellen natuurlijk. En het rare is de, toch wel de rol van de SP. Dat de SP er niet in is geslaagd om uh, hier uh, doorheen te breken. Uh, misschien was het wel gelukt dat als Jan Marijns toch de partijleider was geweest. Maar die had tenminste een, wel een, uh, een ander verhaal over de gevaren van arbeidsmigratie. Uh, of althans de ja, negatieve niet, gevolgen daarvan. Ja, en dat niet alleen. Hè. Hij uh, had ook gewoon... Uh, kijk, ik had... Ik had uh, in ongenote, denk ik, van clashes tussen Marijnissen en Baudet in de Tweede Kamer. Want daar, daar stond natuurlijk toch iemand met Jan Marijnissen. Hè. Dat is wel raar, want de SP is wel een partij met heel veel uh, lokale bestuurders ook. Dus echt wel een... Uh, een uh, nou ja, het was niet alleen maar Marijnissen natuurlijk. Dus het raar dat toen hij wegviel, zoals de VVD vreest wat er gebeurt als uh, Rutte wegvalt, ja. dat... Dat ze zichzelf toch een beetje kwijt zijn. Gekijken naar hun oude, oude electoraat. Ja, maar als je dan kijkt naar die electorale kaarten. dan zie je toch wel dat, het, dat die aanhang van de SP. heel sterk daar rond rondos en zo. zich toch wel blijft concentreren. En een beetje in de grotere steden en zo. Uh, maar wat Josse zegt. ze hebben gewoon veel te weinig. en veel minder dan GroenLinks bijvoorbeeld. een netwerk in de instituties. Dus ze hebben geen uh, contacten in de media. veel te weinig. Ze hebben uh, hey, in al die instituties. waar GroenLinks en D66 oververtegenwoordigd zijn. Hè, onder. Nou ja, noem maar op. Al die semi-overheid en zo. Er zitten allemaal van die linkse mensen die GroenLinks of D66 stemmen. Dat heeft de SP helemaal niet. Dus. Um dus die, ze krijgen die aandacht niet. Ze hebben die, die, die goodwill niet. Als je destijds de goodwill zag van Jesse Klaver, die gewoon belachelijk was. Er kwam een jongetje die, en die, die werd helemaal opgepompt tot de uitdager van Mark Rutte. En heel veel mensen tuinen daar ook nog in. Ook, terwijl die natuurlijk inhoudelijk en wat, 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 wat persoonlijkheid betreft, zo, dat dat natuurlijk helemaal niet aankon. Alleen omdat GroenLinks zoveel wil had, ook in de media. En omdat mensen zo hunkerden naar een ander gezicht dan, dan Mark Rutte. werd opeens Jesse Klaver de quasi-uitdager van Mark Rutte, weet je wel? Hoewel dat ooit wel eens gebeurd trouwens, met uh, Emiel uh, Roemer. Hè? Die werd toen even kort als premier waardig uh, naar voren nou, gebracht. Uh, dat heeft hij toen behoorlijk om uh, zeep geholpen, inderdaad. Dus, maar ik denk wel dat. Het uh, klopt dat Jos de Voogd zegt dat die partij. En dan kan er even met roemer, kan die even opbloeien. Maar niet structureel hebben ze die, die, zeg maar die goodwill uh, uh, bij instituties die toch belangrijk zijn. Uh, het is geen gevestigde orde. Hè? En GroenLinks is, ook al doen ze zich voor als een oppositiepartij. uiteindelijk is GroenLinks natuurlijk ook gewoon deel van die gevestigde orde geworden. En, uh, en dat speelt uh, die, die buitenstaande partijen natuurlijk uh, apart. Maar wat ze zouden moeten doen, hè, denk ik, het zeggen is ook ergens: van ja, de buitenstaanders moeten gewoon zelf een partij oprichten en dan wel een fatsoenlijke uh, partij. En misschien dat dan uiteindelijk uh, toch Pieter omzicht zo'n partij, uh, daar hebben we toch omzicht weer. Zou kunnen gaan leiden, omdat hij ook wel weet dat zodra hij een fatsoenlijke partij echt op poten heeft gezet, dan heeft hij binnen de kortste keren dertig zetels. En ja, dan, dan kun je natuurlijk echt iets gaan veranderen aan die bestuurscultuur, onder andere, en aan die ongelijke verdeling, en aan heel veel andere onaanvaardbare ontsporingen binnen de Nederlandse parlementaire democratie en de Nederlandse rechtsstaat. Tot slot jij als. Uit Rusland en uh, Duitsland-correspondent. Jij kijkt met uh, grote vrees naar wat er in Kazachstan gebeurt. Ja, als, als PS bij deze podcast inderdaad. Want ik was op weg hier naartoe en toen hoorde ik hoeveel doden daar inmiddels zijn gevallen in uh, Kazachstan. En dat daar al Russische parachutisten zijn ingevlogen en zo. Kijk, uh, Kazachstan is, is een van die Centraal-Aziatische stands. Hè, die voor, vroeger deel uitmaakte van uh, de Sovjet-Unie. En. Waar eigenlijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nooit de democratie zich heeft uh, kunnen ontwikkelen. In Rusland ook niet, maar in de centrale aziatische landen. die zijn echt. He, Oezbekistan, Kyrgyzije, uh, Tajikistan, Kazachstan, noem maar op. Dat zijn allemaal heel erg autoritair bestuurde uh, landen geworden. En uh, in Kazachstan bijvoorbeeld de hoofdstad Astana. Hernoemd naar Noor Sultan. Het was dan Noor Sultan Nazarbayev, de eerste president van. Zo, zo, zo gaat het in die landen. Het zijn extreem despotische landen eigenlijk. En eigenlijk is de deal in die landen altijd van: oké, okay, de overheid mag corrupt zijn en autoritair en aan onze grondrechten tornen. En eh, we accepteren dat we geen democratie zijn zolang het volk het maar beter krijgt en zolang wij weten dat onze kinderen het beter zullen krijgen. Een beetje in zoals Rusland ook, maar dan nog veel extremer. En dat sociale contract, zeg maar, eh, dat is verbroken doordat uh, dit op dit moment vanwege de crisis niet meer het geval is. En nu gaan opeens allerlei mensen de straat op en vallen het er allemaal uh, he, bij Die protesten, allemaal, he, het is naar aanleiding van de hoog, hogere brandstofprijzen. Maar ja, dat is natuurlijk een soort uh, uh, ventiel voor veel grotere sociale frustratie nog, of sociaal-economische frustraties. En nu vallen bij die protesten tientallen doden, weet je. En uh, dus het is enorm explosief, zeker als dan. Rusland, dat zich toch ziet als eh, de beheerder van die voormalige Sovjet-Unie. En dat zich het recht eh, voorhoudt eh, om ook in te grijpen als in die landen iets gebeurt dat ook hen. Hun nationale veiligheid zou kunnen uh, bedreigen. Als Rusland zo'n moras ingezogen wordt. zoals ooit gebeurd is in Afghanistan bijvoorbeeld. of zoals in Tsjetsjenië het geval is geweest. Uh, ja, dan heb je echt wel de pop aan het dans hoor. Dus het is opeens op een hele vreemde, onverwachte manier. is dus Kazachstan tot een hele soort kruidvat uh, kunnen worden. En uh, ik, ik vraag me wel af hoe dat, uh, hoe dat zich zou gaan ontwikkelen. ook omdat het Westen daar helemaal geen invloed op, op kan uitoefenen eigenlijk. Dat is een. Wel heel erg een kwestie van die regionale grootmachten daar uh, in, de in de regio. Miert, dankjewel. Robert, dankjewel. En uh, nou. ik roep alle luisteraars nogmaals op: praat mee, en denk mee. Uh, we zijn benieuwd naar jullie feedback. podcastertelegraaf.nl en anders uh, gewoon weer op Twitter. Altijd, uh, altijd uh, in voor een praatje. Zeker. <laughs> en iedereen nog een voorspoedig 2022 natuurlijk: hè? zonder corona en uh, in een open en vrije samenleving.